En nu heeft hij aangekondigd, I will be a dictator for one day. Ja. Dat is best wel dystopisch. Ja. Ik ga dictator, oké, één dag. Hoi, fijn dat je luistert en kijkt naar de Jordcast. Ik ga praten met professor Dr. Koen Teulings, universiteitshoogleraar te Utrecht, econoom, werkzaam geweest op vele belangwekkende plekken, waaronder het Centraal Planbureau. We gaan het over democratie hebben, of die in gevaar is. De Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Men houdt de adem in. In alle opties wordt het een spannende uitslag natuurlijk. Wij weten het niet, het is allemaal speculatief. Maar het lijkt erop dat Trump een aantal swing states gaat winnen. Dat zijn dan de laatste peilingen. Hij wordt ook altijd slecht gepeild. En dat, we gaan dat niet hebben om van wat vind je en vind je Trump een eikel? Want dan vindt iedereen toch wel, dat is eigenlijk heel saai gesprek. Maar het gaat er meer om van... wat kan de economische wetenschap betekenen in deze wereld? Gaan ze daar dan wellicht domme dingen doen? Wat betekent dat voor de stabiliteit in de wereld, voor het Westen, voor ons land, noem maar op. Dus maak jij je zorgen over die 5 november? Ja, dat lijkt me een enorme zorg. En eigenlijk, los van de uitslag is, het probleem is toch sowieso dat namelijk een groot deel van het Amerikaanse electoraat wil stemmen op iemand die een staatsgreep heeft proberen te plegen 4 jaar geleden. Ik bedoel daar... En die ontkent dat er een staatsgreeppoging is geweest. Maar die zegt de verkiezingen zijn gestolen. Dus anders gezegd, er is gewoon geen enkele overeenstemming meer over wat de feiten zijn. Dat is in een samenleving heel problematisch. Je liet net bij die uitzending dat citaat van Acemoglu horen. Die zei dat die Nobelprijswinnaar. Dat er de afgelopen 3 decennia iets mis is gegaan. Central part of the problem is really that the kind of promises that democratic capitalism, for lack of a better term, made, have not come true, especially in the US, in the UK, but also in other industrialized nations over the last 3.5 decades or so. En ik denk eigenlijk dat dat niet zo gaat over inkomensverschillen. Dat is in Amerika wel een heel groot probleem, in Europa eigenlijk veel minder. Europa is wereldkampioen herverdelen. Er wordt nergens in geen enkele economie zoveel herverdeeld als in West-Europa. Maar het echte probleem en de grote verrassing vanuit zijn theorie, dat gaat als het ware een soort zichzelf versterkende ontwikkeling naar rijkdom en democratie. En die dingen gaan in zijn theorie onvermijdelijk met elkaar samen. Ja. En dus de grote verbijstering ook voor hem. Waarom faalt dat systeem? Waarom is dat systeem de afgelopen 10, eigenlijk misschien wel na 9-11, dus ik denk dat dat een hele grote factor is geweest. En de oorlog in Irak, dat zeggen allerlei mensen. Dus de Tweede Irak-oorlog, waar Amerika ons voorgelogen heeft. Maar waarom heeft dat... Het blijft toch vreemd dat democratie zo onder druk is komen? Ja. Tegelijkertijd zijn Amerikanen enorm uitgelopen in welvaart op de rest van de wereld. Ze hebben zo'n 30% voorsprong nu op ons genomen inmiddels. Als je naar productiviteit per inwoner, inkomen per inwoner, dat heeft natuurlijk alles van doen, ook met die tech-revolutie, met al die Magnificent Seven die daar in Californië zit. Maar toch, dat hebben zij toch op de een of andere manier voor elkaar gekregen. Je kan ook zeggen, Trump is een... is ook een probleem dat weer overgaat na Trump. Ik zag bijvoorbeeld het debat tussen de vicepresidentskandidaten. Ja, dat was al van een veel redelijker niveau. Geen gescheld, dat ging soms zelfs over feiten. Dat als we de begin van Trump in 2016 bekijken, dat is een slecht beeld voor wat er nu gaat gebeuren. Omdat Trump nu... In 2016 was hij totaal verrast dat hij ging winnen. En toen had hij dus eigenlijk geen idee wat hij moest gaan doen. En dat leidde dus ook tot helemaal niks. Tenminste, vanuit de visie, ik wil de Amerikaanse overheid naar mijn hand zetten, dat is mislukt. Hij nam vrij competente mensen aan die hij vervolgens allemaal ontsloeg, omdat ze natuurlijk eigen wereld hadden. Dus die moest er allemaal uit. Ja. En nu heeft hij aangekondigd, I will be a dictator for one day. Ja. Dat is best wel dystopisch. Ja. Ik ga dictator, één dag. Nee, maar dus ik ben bang dat het effect op de Amerikaanse instituties, waar we het net over hadden, waar Acemoglu het over heeft, dit keer veel groter zal zijn dan 8 jaar geleden. Bijvoorbeeld de chefstaf van het Amerikaanse leger, die door Trump was aangesteld, heeft de laatste dagen van zijn eerste regeerperiode, toen gingen er allemaal roddels in de wereld rond, dat Amerika China zou aanvallen om, als het daar de verkiezingen in 2020 onmogelijk te maken. Ja.
En toen heeft de stafchef van het Amerikaanse leger persoonlijk, Mark Miley, heeft persoonlijk zijn Chinese collega gebeld en gezegd, wat er ook gebeurt, ik sta ervoor garant dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Dat zal nu niet meer gebeuren. Nee. En ja, want hij zal overal poppetjes neerzetten. Hij zet overal mensen neer die... Ja. Maar overigens is het natuurlijk, als je er op een andere manier naar kijkt, is het ook wel vrij verbijsterend dat de stafchef van het Amerikaanse leger zegt, ik ga de bevelen van de commander-in-chief, want ja, dat is de president, ga ik niet opvolgen. Dat echt niet. Dat is hoogverraad. Kan ook niet, ja. Dus de chaos in de instituties is wel vrij groot. Maar het is allemaal speculatief. Misschien valt het ook mee. Hij heeft in die eerste regeerperiode, daar is natuurlijk allemaal hel en verdoemenis over afgekondigd. Het valt misschien, hij heeft een paar nare dingen gedaan, maar al met al valt het wel mee. Ik weet niet of democraten alleen maar verstandige dingen gaan doen. Dat terzijde. Toch, als we terugkomen op die theorie van die Nobelprijswinnaars nu, en vooral op die Acemoglu. Kijk, zijn theorie is natuurlijk altijd van, er komen instituties, sterke democratie, welvaart, dat heeft allemaal iets met elkaar van doen. Toch zijn er landen die daar een uitzondering op zijn. Singapore is het beste voorbeeld, is toch dat heet dan een geleide democratie. Ja. Dus die doen niet, het is een kapitalistisch systeem, dus een zekere mate van inspraak, maar het is toch wel een bepaalde kast die daar de basis is. En die doen hele verstandige, hele goede dingen waar de bevolking best blij mee is. En China is natuurlijk het andere voorbeeld, waarbij kapitalisme, er is in feite kapitalisme binnen een communistisch systeem, maar het heeft niet geleid tot meer vrijheden. Dat past niet in deze theorie eigenlijk. Nee, dus je liet net dat citaatje horen van Acemoglu. En ik denk eigenlijk dat veel belangrijker dan de inkomensverschillen, het feit dat dit deel van zijn theorie niet lijkt te kloppen. Of niet meer lijkt te kloppen. Mm-hmm. Dus er is Acemoglu, maar ook een eerdere Nobelprijswinnaar, Douglas North, had precies dezelfde soort theorie. Dat er een soort wederzijdse versterking is. Om een goed functionerende markteconomie te hebben, heb je een democratische controle nodig. Ja. En om democratische controle overeind te houden, heb je voortdurend concurrentie nodig. Dus die twee dingen versterken elkaar. En het stuitende of het schokkende verschijnsel is misschien best samengevat met een citaat uit The Economist. Vroeger was de theorie, China wordt steeds rijker en zal dus democratischer worden. Ja. De ervaring leert nu dat het meer waarschijnlijk is dat China niet meer op Amerika gaat lijken, maar Amerika meer op China gaat lijken. Ja. Dus dat je ziet dat democratie, want wat de toekomst van democratie in Amerika is, als Trump echt mocht winnen, is buitengewoon ongewis. Ja. Ik bedoel, het idee dat het maar één keer een presidentsperiode, dat het één periode van 4 jaar is, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Ik denk omdat echt het breder ook in het congres is. Ja, breder in het congres. En bovendien, we hadden eerder over wat instituties zijn. Dat zijn ook heel veel overtuigingen over hoe het systeem werkt. Ja. En die overtuigingen worden gewoon aangetast. Mm-hmm. Het idee dat een president de voorzitter van de kiescommissie in Georgia belt en zegt, je moet gewoon 20.000 stemmen voor me. Regel even. Regel het even. Ja. En die man die was ook in de volle overtuiging dat hij dat niet moest doen. En die heeft netjes de telefoon opgegaan. Ja, ik ben republikein, maar die ga ik niet doen. Ik sta voor de grondwet. Horen op de haak. Ja, goed hè? Dat, heel goed. Maar die zou nu geëxecuteerd worden waarschijnlijk. Zou ik het land uitgaan als het 5 november verkeerd loopt. Ja? Dat zou ik wel doen, ja. Ik weet niet of Trump dat kan. Maar goed, oké, we zullen het zien. Dit wordt, dit wordt een crashtest voor de democratie. Aan de andere kant kun je ook zeggen, democratie heeft ook gefaald. Dat is een ander onderdeel. Dat is ook weer dat fragment van Acemoglu. We zullen hem nog even laten horen wat hij nou eigenlijk beweerde. En dan, dat zijn natuurlijk de mensen die hebben gezegd, ja, die democratie vindt alles goed en wel. Maar die heeft ons eigenlijk alleen maar de shit in geholpen. Dus ja, zijn wij wel zo voor democratie? We gaan nu op Donald stemmen, want die gaat er lekker hard in. Die komt voor ons belang op. En dat is ook een geluid wat je in een bepaald opzicht in Nederland hebt gezien. Ja. Natuurlijk met een ruk naar, we hebben wel 30, 40 jaar sinds Fortuyn hebben we al geroepen, doe eens iets aan die open grenzen. Niks gebeurt, tegendeel eerlijk gezegd. Nou, nu gaan we in. Ik bedoel, dat is het sentiment wat eronder hangt. Dus die democratie functioneert kennelijk ook niet goed. Nee, dus ik ben het eigenlijk wel eens dat de politiek niet geleverd heeft wat de kiezer om gevraagd heeft. Of ik het nou eens ben wat de kiezer vraagt, dat is een andere vraag. Maar ik bedoel, in een democratie hoort politiek te leveren waar de kiezer om vraagt. Dat is democratie. Dus dat is één kant van de zaak. De vraag is eigenlijk, had
Dus heeft democratie niet geleverd op een ander punt? Namelijk die middenklasse die zegt, of de middenklasse, het is niet de middenklasse, het is een lagere middenklasse. Werkende armen vooral. Het zijn de belangrijkste categorie. De belangrijkste categorie in Amerika zijn de lager opgeleide witte mannen. Ja. En daar speelt dus gedeeltelijk ergernis over zwarte. Die gaan geleidelijk vooruit en dat is vervelend. En dat is ook concurrentie vanuit China. Maar als je daar op een wat andere manier naar kijkt en probeert te begrijpen wat de toekomst van de wereld is, de West against the rest. In 1975 had de West, dat is dus Noordwest-Europa en Amerika, 15% van de wereldbevolking en ik denk 85% de wereld GDP. Ja. Was een onhoudbare situatie, compleet onhoudbaar. Je kon niet denken dat 15% langdurig 85% van de wereld uitpoedde. En dat is maar één factor die dat veranderd heeft, eigenlijk. Dat is een speech van Deng Xiaoping die China op een markt opengooide. Ja. Mogelijk gemaakt mede doordat Amerika eigenlijk marktwerking heeft toegestaan. Ja. Dus toegestaan heeft dat China lid werd van de WTO, van de Wereldhandelsorganisatie. En dat heeft tot allerlei ontwikkelingen geleid. Altijd wel zegt, China heeft alleen maar misbruik gemaakt van de voordelen van de Wereldhandelsorganisatie, maar heeft zich nooit aan enige... Concurrentie is concurrentie, hè? Dus iedereen probeert het... Maar jij kan niet zomaar spullen in China verkopen. Nee, dan moet je in een joint venture, dan moet je... Ik denk dat Charlène Heineken daar heel anders over denkt. Ja, okay. Die verkoopt die gewoon volgens mij, hoor. Maar, okay. Dat is natuurlijk iedereen bartert zijn eigen belangen. En dat gebeurt met niet altijd vriendelijk. Als ASML nu last heeft van de Amerikanen, dan is dat niet vriendelijkheid van de Amerikanen. Dat is een nette poging van de Amerikanen om ASML een kopje kleiner te maken. Laten we het gewoon niet mooier maken dan of China in te kapselen, dat kan ook, hè? Allerlei mensen zeggen dat het toch ook te maken heeft met het feit dat de Amerikanen ASML te machtig vinden. Te machtig vinden. Terwijl ze alles al hebben zo ongeveer daar. Dat is wij ook eens een bedrijf? Hebben wij ook eens een bedrijf? Ja, dat mogen niet. Dus, mag het niet van de Amerikanen. Dus, bedoel, als we klagen over China, de Chinezen zullen veel klagen over het Westen. En met alle respect, daar hebben ze ook wel een beetje reden voor. Als je gewoon de afgelopen 200 jaar kijkt, dat kapitalisme is ontstaan door gewoon nieuwe innovaties in het Westen. Dat is de kern. Ja. Maar tussen neus en lippen door hebben we wel veel rampen aangericht in de rest van de wereld. Ja. Dus als de witte, laag opgeleide Amerikaanse mannen protesteren tegen deze ontwikkeling, het is toch ondenkbaar dat de West eeuwig maar deze enorme voorsprong op de rest houdt. De rest gaat gewoon wat doen. En dat zie je nu gebeuren. Je kan ook zeggen, het gaat met de rest van de wereld misschien een wat beter. En met onze voorsprong wordt kleiner. Misschien wordt het wel een achterstand. We lopen nog steeds echt bizar ver voor. Want de vraag is natuurlijk, gaat het met de wereld? We kunnen alle development goals van de United Nations aflopen. Armoede, vrouwenparticipatie, noem maar. Er zijn allerlei van die criteria. Hoeveel zijn er? 17 development goals, geloof ik. Gaan we niet doen. Ik neem een ander nieuwsberichtje van deze week uit het nieuws. Waarin dan bijvoorbeeld staat, oké, Nederland gaat naar een all-time low wat armoede betreft. Nog maar 3,1% van de bevolking is arm volgens de nieuwe rekenmethode, moet ik er dan wel bij zeggen. Dus we zaten op, geloof ik, 4,8% of zo. En dat gaat ineens statistisch terug naar 3,1. Als je dat afpelt, betekent dat, ik zou bijna zeggen, ik zou niet een onbelangrijk aantal, maar 3% is natuurlijk echt wel heel weinig. Er zit wel een vervelende waarheid achter, dat bijvoorbeeld de werkende armen een grote categorie is binnen die 3%. Eigenlijk zijn we voor mensen met een uitkering beter geweest dan voor mensen met lage salarissen de laatste jaren. Ja, dus ik begin vanuit de observatie dat West-Europa is herverdelingskampioen in de wereld. Dus in alle West-Europese landen en in Nederland, zeker niet in de laatste plaats, wordt er massaal herverdeeld van hogere inkomens naar lagere inkomens. En dat is, ik ben net een sociaaldemocraat, zal ik maar zeggen. Dus economisch ook verstandig, hè? Je kan economisch aankomen, dat hebben er meer mensen welvaart. Dat is economisch verstandig. Tot waar moet je gaan? Tot op zekere hoogte. Ja. En de ervaring leert dat Nederland nu zit
op ongeveer het maximum. Meer als dit moet je niet doen. Als Laura gewoon... van Geest in een van haar noten in dat kloeke onderzoek wat ze een paar jaar geleden gepubliceerd, zijn wij het meest naar inkomen het meest geniveleerde land van de wereld. Ja. Nu. Dat las ik althans in haar... Ik weet niet of dat... Volgens mij zijn er in Europa nog wel een paar landen... Slowakije. Heel vlak. Maar dat komt omdat niemand daar iets verdient. Dus ja, het grote probleem is dan dat niemand iets verdient. En dus de ervaring in Nederland, zeg maar, over de afgelopen 50 jaar... Nederland was een nog veel verdere herverdelende samenleving in eind 70 jaren. Ja. Met een enorme WAO, toen waren er 1 miljoen mensen werkloos, was ik iets minder, 700.000, 800.000. En 1 miljoen mensen arbeidsongeschikt. Dus toen was, weet ik wat, 1/3 van de beroepsbevolking zat in een uitkering. Ja. Dat was een onhoudbare situatie. En dus we hebben eigenlijk daaruit de les getrokken dat dat niet werkt. En dat is ook wat de kabinetten Lubbers gedaan hebben. Ja, jij verdedigt die altijd met hand en tand, hè? Ja, en ook het neoliberalisme neem je het ook altijd op. Nee, maar ga alsjeblieft serieus in de geschiedenis kijken. Ja. Wat er de hervorming in de welvaartsstaat... We hebben de welvaartsstaat niet afgebroken, maar we hebben wel flink soberder gemaakt. En ik denk dat dat onvermijdelijk was. Ja. En we hebben het net gehad over die rankings van Matthijs Bouwman. Ja. Hij kan dat niet helemaal terugmaken tot 1980, want daar heeft hij de cijfers niet allemaal voor. Maar gewoon als je op een aantal deelindicatoren van hem aanzien, dan zie je hoe Nederland tussen 1975 en 1985, ik geloof iets van 5 of 6 plaatsen omlaag kuikelt, duikelt. En dan komt het effect van Lubbers geleidelijk aan, een van Kok. En dan zie je het enorm stijgen. De jaren 90 zijn eigenlijk heel goed geweest qua beleid. De jaren 90 waren... En dat heeft dan even tijd nodig voordat dat natuurlijk in die cijfers dan weer terugkomt. Ja. Nee hoor, in 95 waren we al helemaal op orde. Ja. Dus, dat is... dus ik denk dat de armoede in Nederland... Armoede is altijd vreselijk. En helemaal wegnemen zul je het nooit kunnen. Kunnen we het in Nederland beter doen? Dat weet ik niet. Als ik met Arjen Vliegendhart van het Nibud praat, dan zegt hij, wij doen het vooral slecht voor kinderen. Eigenlijk meer dan werkende armen. Kinderen zonder eten naar school, dat werkt. Dat werkt. En onze kinderbijslag is ontzettend laag. Maak dan gewoon die kinderbijslag wat hoger, want kinderen is gewoon duur. Ja. En als ik er dan nog mijn mond houden. Eén ding. In 2000... Toen ik heb een lange historie van met dit soort discussies bezig zijn. Dus ik kan al die historische dingen, ja, kan ik allemaal me nog herinneren. Toen was de algemene angst dat lager opgeleide in Nederland nooit meer aan het werk zouden komen. Ja, dat is, ik bedoel, je kunt beter hoger opgeleid dan lager opgeleid. Maar de situatie bij lager opgeleide is lang niet zo dramatisch geworden als wij in 2000 dachten. Maar toch, zin is de onderkant van de arbeidsmarkt. We hebben meer dan 400.000 vacatures, terwijl er ook wel iets van 400.000 werklozen, dat is natuurlijk frictie, dat varieert. Maar ook bij 500.000 mensen met een bijstandsuitkering, andere mensen die inactief, parttimers die hele kleine baantjes hebben, waar eigenlijk verscholen armoede in zit. Vrouwen die zeer afhankelijk zijn van het inkomen van de man tot huwelijk sneuvelt. Weet je, er zitten best wel een paar sociale problemen onder. Er zijn altijd een lauwe, vooral... een aantal van die problemen zijn ook best wel specifiek iets aan te doen, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat we aan kinderen best meer kunnen doen dan we nu doen. Wat er gebeurt in de geestelijke gezondheidszorg, ik ook niet altijd dat het helemaal verstandig is. Maar, sorry, één zin, hoe bedoel je dat? We hebben bij de WMO allemaal... Er zijn met het decentraliseren van geestelijke gezondheidszorg naar gemeenten zijn wel dingen niet helemaal goed gegaan. Okay, maar 1 op 6 van de kinderen bij de jeugdzorg lijkt me ook niet heel gezond voor een land. Maar. Ik weet daar eigenlijk onvoldoende van precies te zeggen, maar als ik zo vaag de roddels van af en toe bij me langskomen, dan denk ik was erbij betrokken toen het gebeurde. Ja. Of niet, ik zat erbij toen het gebeurde. Ja. En achteraf moeten we vaststellen dat het geen succes is geweest. Maar denk je, als je gewoon uitzoomt... Hè, eigenlijk ben je een beetje aan het slot van dit gesprek. Je loopt als econoom bijna 50 jaar mee. Zeg ik het goed? 45 jaar, toch? Je bent best wel lang in het vak. Je hebt al die functies gehad. Je praat met ministers, premiers, grote, hoge ambtenaren, noem maar op. Zijn wij met z'n allen, als je het aan je kinderen of je kleinkinderen mensen al moet uitleggen, zijn we de goede kant aan het gaan? Heb je daar vertrouwen in? Want er is altijd een gevoel van,
Ja, de vorige generatie gaat het, heeft het beter dan de komende generatie. Deel jij dat gevoel? Dat is natuurlijk in die Amerikaanse onderklasse heel sterk een gevoel. Onze ouders hadden het beter. Dat is natuurlijk een emotioneel iets meer dan misschien een feitelijk iets. Maar dus ik denk, daar zou je ook feitelijk wat eens uit kunnen zoeken. Maar ik was laatst met mijn vrouw aan het eten ergens hier in Amsterdam. Dat kun je tegenwoordig heel goed. Dat is een van de dingen die uitgaanseconomie, de uitgaanseconomie in Amsterdam. Ja. Dus in 1990 was er in Amsterdam geen goed restaurant zo ongeveer. De Chinezen en de Griek en de Italiaan, dat was er. En je had een paar hele dure sterrenrestaurants. Ja. Of nee, geen sterrenrestaurants, maar hele dure restaurants. Want sterren hadden we in Amsterdam niet. Nee. En nu kun je op iedere hoek van de straat heel goed eten. Of in ieder geval. Echt welvaart, hè? Ja. En dat is echt. En wie zitten er dan? Toch ook heel veel studenten. Ja. Ja, die kunnen geen huis kopen, dus die verbrassen het in de horeca. Nou goed, dat zou best kunnen. Ik heb geen idee, maar het valt mij. Dat hoor je wel eens, doet niet mee aan dat gesomber. Kijk, uit de statistiek blijkt, Gen Z, maar vooral millennials, hebben het beter dan ooit op één ding na, dat is wonen. Dat is echt wel een groter probleem geworden. Ja. Voor de rest hebben ze gewoon meer besteedbaar. Ze hebben een beter inkomen, ze hebben de hele wereld gezien. Ze kunnen goedkoop vliegen, of dat nou wel of niet goed is. Maar Nee, dat klopt. Ja. Zo is het. En ik denk dus dat, ik gun de jonge generatie het allerbeste. Maar ik heb niet het gevoel dat ze nou, dat het enorme klagen helpt in ieder geval niet. En ik denk ook dat het beeld bestaat dat we allemaal dingen op kunnen lossen die we niet kunnen oplossen. Of verhuizen. Wat zou het beste land van de wereld zijn om te wonen nu? Volgens Matthijs Bouwman is dat Zwitserland. Ja, dat daar heeft hij ongeveer statistiek dan. Nee, maar dat klopt ook. Zwitserland is een mirakel. Ja, superkapitalistisch, super asociaal, alles werkt. Ja, ik weet niet dat soort super asociaal in alle opzichten waar is. Maar ik geef toe dat hard vreemdelingenbeleid, veel harder dan wij. Het vreemde is, als je tussen kijkt naar de bevolkingsgroei in Zwitserland tussen 2000 en nu, die is veel hoger dan in Nederland. En ook daar komt dat helemaal door immigratie. Ja. Dus ook daar is immigratie een hele belangrijke factor. Als je gaat skiën, nooit door een Zwitser bediend, dat is kansloos. Precies. Dus hetzelfde als in de Amsterdamse horeca, of eigenlijk de horeca in heel Nederland. Ja, dat is waar. Ik bedoel, dat is ook in Overijssel, heb ik gemerkt. In de horeca werken geen Nederlanders meer. Ja. Dat is blijkbaar. Ja, maar dat zijn de te matig betaalde beroepen waarschijnlijk, waar dat dan heen schuift. Zwitserland, mooi land. Treinen rijden op tijd. Treinen rijden op tijd, ja. Net als in Japan. Ik apprecieer professor Koen Teurdings. Van de Universiteit van Utrecht. Voor nu, jongens, blijven denken, blijven luisteren. Je kunt allemaal commentaren geven hieronder dat ik er veel doorheen heb geluld, of dat hij meer had moeten betogen over dat Trump een klootzak is, of juist een hele goede man. Dat mag u allemaal zelf weten. Liever heb ik geen reacties, want ik vind eigenlijk democratie, ik weet niet of dat werkt. Nee, op internet. Dat is hopeloos. Hopeloos, jongens. Niet reageren. Dag.